Het was een mooie avond voor PSV en het was een mooie avond voor Adam Maher. Ja, zeker, het was zeker een mooie avond voor PSV. En, ja, met twee goals voor mij en daar ben ik eigenlijk trots op en tevreden over. En geef me meer vertrouwen. Ga ik te ver zeggen dat ik dit je beste wedstrijd tot nu toe als PSV'er vond? Dat kan je zeggen, ja. Ik ben op de goede weg. En ik denk dat dit de beloning is van de afgelopen maanden. Ja, ik heb van je genoten vanavond. Vooral vanwege het vrij frivole, onbekommerde spel. Er zat durf in, er zat dreiging in, er zat gretigheid in. Ja, eigenlijk alles wat een leuke voetballer kan brengen. Nee, dank u wel. Ik ben blij om dat te horen. Ik denk dat ik zit goed in mijn vel, zoals ik al heb gezegd. En ik denk dat het alleen maar goed is dat dit vandaag is gebeurd. Twee goals, een intikkertje en één, ja, wel hele schone, die 3-0. Nee, klopt. Ja, je moet er toch wel staan bij die intikkertjes. En gelukkig stond ik daar en maak ik een goal. En dan is het dan 2-0 en dan wordt het ook moeilijk voor AZ om terug te komen. En uiteindelijk maak je een goede 3-0 en dan was het eigenlijk de deur op slot. Ja, ik hoor vaak PSV-supporters zeggen, PSV moet zeker in het Philipsstadion uitstralen dat hier voor de tegenstander helemaal niks te halen valt. Was dit zo'n avond dat jullie dat konden opbrengen? Nee, maar dat is sowieso, zoals altijd zo, dat we moeten in het stadion van Philipsstadion moeten we helemaal niks weggeven. En moeten we laten zien dat wij de baas zijn. En ik denk dat we vandaag dat hebben laten zien. Speciale wedstrijd, PSV AZ? Ja, ik heb een mooie 9 jaar gehad bij AZ, dus daar heb ik altijd van genoten. En vandaag geeft het ook een lekker gevoel. Ja, dan beginnen jullie aan die wedstrijd op voorhand. Een pittige wedstrijd met een hele waslijst aan afwezigen. Toch was daar niks over te merken. Het was geen thema van die zijn er allemaal niet. Het oogde allemaal heel erg solide en alsof er niks aan de hand was. Nee, klopt, je mist spelers. Alleen uiteindelijk moet je dat. Dat zijn bijzaken. Uiteindelijk kan je er niks mee. En moet je door met het team die je hebt. En dat hebben we gedaan en hebben we laten zien dat we ook goede prestaties hebben neergezet zonder hun. En dus eigenlijk een avond voor PSV, een avond voor Adam Maher zonder wanklank. Ja, zeker. We hebben 3 punten, dat is het belangrijkste.